vakantiegangers, mijn naam is Svenna en ik ga voor jullie op pad om de leukste vakantiepark te ontdekken. Vandaag zijn we aangekomen op Lake Resort Beekse Bergen. Dit vakantiepark in Noord-Brabant is onlangs helemaal vernieuwd. Met een gloednieuw centrumgebouw en zwembad. Maar de bungalows zijn ook vernieuwd. Vandaag laat ik jullie de 6-persoons kids bungalow zien. Ga je mee? Wacht, nog één dingetje. Als gast van Lake Resort Beekse Bergen heb je onbeperkt toegang tot Safari Park Beekse Bergen en attractiepark Speelland. Hoe gaaf is dat? Kom, nu gaan we echt naar binnen. De 6-persoons Kids Bungalow is wel echt heel erg mooi geworden. De Afrikaanse stijl is ook erg nice. Met een oppervlakte van 52 vierkante meter is hij niet heel erg groot. Maar hij is wel echt lekker knus. De meubels, de zithoek en de aankleding is ook helemaal een Afrikaanse stijl. In de open keuken vind je een koelkast, vaatwasser en een magnetron. De Kids Bungalow is extra kindvriendelijk. En dat zie je bijvoorbeeld aan de omheinde tuin, het campingbedje, de kinderstoel en heel handig de bouldercar. Natuurlijk is de Kids Bungalow rookvrij en ook goed om te weten, er zijn geen huisdieren toegestaan. Deze bungalow heeft 3 slaapkamers. 1 voor papa en mama met een 2-persoonsbed en 2 slaapkamers met een stapelbed. De badkamer is ook netjes vernieuwd. Je vindt hier een wc en een douche. Een babybadje, die is ook aanwezig. Kijk, dit is nou echt fijn. Een terras met uitzicht. De naam zegt het al. Lake Resort Beekse Bergen. Je hebt namelijk prachtig uitzicht over het Victoriameer. Naast de bungalows kun je bij Lake Resort Beekse Bergen ook overnachten in safari tenten, bungalow tenten of in een van de nieuwe Forest of Lakeview cabins. De makeover van deze Kids Bungalow is goed gelukt. En we gaan natuurlijk ook lekker genieten dit weekend. Maar we gaan natuurlijk ook het nieuwe centrumgebouw ontdekken. En we nemen een plons in het nieuwe zwembad. Maar dat zien jullie in de volgende video. Vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer hieronder op het kanaal. En dan hoop ik dat ik jullie bij de volgende video zie. Doei doei!